Dan zie ik je dit ook. Zou het worden, ik zie het. Stel dat we LC8, ja. LC8, ja. Is het mooi uit deze ding? Het is leuk, het is super leuk, ja. Mijn platform, dat ik wel eens tegenaan reis. Goedemorgen jongens, het is al 12 uur, het is al 12:15. Goedemiddag jongens. Welkom weer terug. Dit is voor mij de eerste dag weer aan het werk van, na de vakantie. Ik voel me nog steeds een beetje licht in mijn voeten en nog steeds wel trilling in mijn hoofd van duizenden kilometers van die supermooie rit die we hebben gemaakt. Jullie hebben die rit waarschijnlijk al gezien. Elke dag was ik een deeltje te uploaden. We hebben nou iets gelijk. We beginnen gelijk met iets bijzonders met een KTM Superduke 99. We moeten onthouden de SM, de SMR, de SMT of de Superduke of de 99. Het zijn allemaal hetzelfde motorblokken. Allemaal. Je hebt alleen de R-uitvoering en de standaard uitvoering. De R-uitvoering heeft ietsjes meer pk, volgens mij 18 pk meer dan de normale uitvoering. Voor de rest zijn hetzelfde type motorblokken gewoon. Je moet ervan houden van deze model. Ik heb ermee gereden, net een stukje rijdt. Ik heb vaker met ding gereden. Rijdt super lekker. Je zit goed comfortabel. Het is super lekker. Je moet ervan houden. Ik hou van meer off-road. Waarom? Want ik ben best wel veel. Ik hou wel een keer van een trapje afrijden. Trapje weer naar beneden. Een stoepje op, stoepje af. Een wheeliemark. Dus de auto doorschieten. Daar hou ik van. Een beetje van stuiteren. Een beetje van het grove. Dan heb je, is beter een off-road. Dan kun je beter de adventure nemen. Waar ik zelf ook mee rijd. Maar eigenlijk moet je ook zo'n ding erbij hebben staan. Zo'n lelijke. Zo'n kop die het. Gewoon helemaal plat aan de voorkant. Wat gaan we met deze motor doen? We gaan met deze motor niks doen. We gaan die motor een servicebeurt geven. We hebben inderdaad hebben we de positie net vervangen. Het is best wel veel werk. Niet veel werk, alles moet een beetje los. Om bij die vuurwerk, om bij de positie te komen. En nadat we die luchtfilter zo gaan. En we gaan een KN-filter monteren. Normaal zit er gewoon een normale filtertje. We gaan een KN-filter monteren. Waarom? Die zijn iets beter. Die zijn, volgende keer te schoonmaken. Of iets niet meer te... hoeven ze niet meer te vervangen. Kijk, zo'n filtertje, een originele, die kost volgens mij 6 tientjes. Even kijken. Oké, okay, daar moet ik goed omheen. En dan gaan we die motor helemaal nakijken. De olie is nou al aan de... we hebben net de plug onderlos gemaakt, de olie is aan het lekken. Laat maar lekker even uitdruppelen. Hoppa, dan gaan we hem monteren. En trouwens, die rit die we gemaakt hebben, was een super rit, was super leuk. Is waar, dan moet je wel een machine zijn. Jullie weten, ik ben een machine, ik ben overdag een machine. S'nachts ben ik een kerncentrale. Dus het komt wel goed of niet, Hlush? Ja, zeker. Ja. Je bent helemaal versleten. Nee, helemaal versleten. ik ben gewoon die pijpen vergeten te monteren. Yeah. Die pijpen van die kerncentrale, dat ben ik vergeten. Moet nog bijkomen, ja. Ik heb berichtjes van mensen gekregen, ze hebben me gemist. Ik heb ook de mensen gemist, tuurlijk. Ze hebben mij gemist, ik heb ook hun gemist. Ze houden van mij, ik hou van hen. Ik heb gehoord gewoon, er is chaos bij de boot. Oversteek naar Marokko toe. Welke? Ik heb gehoord naar Nador toe. Ik heb gehoord, het is gewoon ontiegelijk duur. Het gaat tegenwoordig nog via Nador. Iedereen pakt gewoon tanzen, man. Ja, maar wat gaan ze en ik op een gegeven moment doen? Als iedereen een tangen gaat pakken, gaat tangen ook duur worden. Wat wij moeten doen gewoon, we moeten gewoon helemaal boycotten. We gaan gewoon een jaar niet naar Marokko toe. We gaan gewoon naar Turkije toe. En dan gaan ze zelf met die prijzen naar beneden. Hlush, moet luisteren. Als je een boycott kan regelen, is goed. Ja. Nee, iedereen moet gewoon. Ik ga dit jaar niet naar Marokko. Maakt niet uit, als ik mijn familie niet. Ik ben.
Ik heb een boot gepakt van Turku. Dus vanaf Finland naar Zweden. Een boot van 10 uur. Een luxe boot. Mooie boot. Super mooi met discotheeks. Alles erop en eraan. We misten, we misten nog alleen maar een vrouwenhuis daar. Alles had die boot gewoon. Alles. En weet je wat ik betaal? Twee motoren. Twee mensen. 18'tjes. Diezelfde boot moest pakken naar Marokko toe. Kost je gewoon 300. Tarifa Tanger. Ja. Algeciras, weet je wat het kost? Ja. Als je hier gaat boeken, ja, kost 450. Als je daar gaat boeken bij de boot, ja, dan betaal je misschien 370. Hier is het duurder. Hier is het duurder. Als je daar bij die hokjes doet, als je aankomt. Ja, goedkoper. 350 of zo. Maar er is een truc. Er is een truc om goedkoper tekst. Ja, maar als je naar Sipta gaat, is het nog goedkoper? Nee. Als je familie hebt. Als je familie hebt in Marokko. Ja, die via een tekst gaat pijpen. Ja, die gaat voor jou daar boeken, ben je goedkoper uit. Ja, het kan, dat heb ik ook vaker meegemaakt. Ja. 50 euro goedkoper, soms ben je zelfs 100 euro goedkoper. Ja, kan, tot een mijl goedkoper kan uit. Ja, ja, heb ik vaker. Dat is een betere optie. Ja. Maar daar slaan ze ook achter de oren hoor, als je niet weet... Ja, maar voor, kijk, je moet naar Sipta gaan. Dat is volgens mij goedkoop. Ik weet niet, ik heb daar geen ervaring mee met Sipta. Die boot duurt maar 35 minuten. Maar die duurt langer. Nee, een half uurtje. Half uurtje. Ook half uurtje? Tanger Tarifa, half uurtje. Voordat je zit, beter dan moet je erop staan. Ja, maar het gaat goed jongen met jou daar. Ja. Ik film dat niet, Stefan, hè? Nee, ja. Zijn droom, je hebt gewoon helemaal chaos gemaakt. Jullie lopen schijten. Deze vloer zit in jouw hart, hè? Ah, ik hou gewoon van, niet in mijn hart, ik hou gewoon van netjes werken. Ja. Zo ben ik gewoon. Het moet gewoon netjes op mij uitzien. Zoals mijn werkplaats eruit ziet, zo is mijn werk, zo ben ik zelf ook. Het zijn allemaal dingetjes bij elkaar. KTM heeft ook een beurtje nodig, man. Je hebt een mooie KTM, hoor. Hij is te koop, jongen. Als mensen interesse hebben in Adventure 99, 2008. Die in uitstekende staat. Ding is in topstaat. Wat zeg je? Dit ding is in topstaat. Topstaat, ja. Man. Dit ding waar ik mee bezig ben ook, is ook een nette ding. Het is ook echt een nette motor. Het is een agressief ding hoor. Ik hou meer van de toeren, weet je. Relax. Ja, yeah, relax. Maar zulke tuig als jij... Ik weet wel raad mee, weet je. Ik weet wel raad mee, ja. Ik laat de ballen wel trillen, vriend. Laat hem trillen, die KTM. Kijk, weet je, KTM. Ik geef KTM zijn recht. Weinig mensen doen dat. Zeker. Je kan niet in laag toe rijden met de KTM. Hou op, artist. Kan niet. Die motorguzie van mij op de snelweg is het gewoon een koning. Maar in de binnenstad hobbelt hij ook. Overtreft hij de GS die je ooit een tijdje hebt gehad? Kijk, ze hebben allebei hun kwaliteit. Kijk, in de piste en zo. Je hebt veel pistes gereden. Dat we er snap. Ja. Maar bergen, hoe doet hij het? Ja, goed. Goed. Hij is zuinig. Daar staat hij de GS mee. Op de snelweg is de koning. Hij is stevig. Met de BMW, toen ik naar Marokko ben geweest met de BMW, windstoten, je voelt de wind. Met die motorhuis voel je weinig wind. Koning. Ja. Wat ik een keertje ga doen, ik ga van die Afrika 20 huren, die nieuwste. Ja. Even kijken hoe die rijdt. Leuk, is een sterke machine. Ik weet niet hoe die rijdt, totaal niet. Je moet niet zoveel verwachten, het is Honda. Ja? Qua kwaliteit is het op zijn allerhoogst, maar qua snelheid en zoiets. Rijcomfort gaat. Ja. Rijd zou ook goed zijn, maar je moet niet verwachten, zeg maar. Je bent nou KTM gewend. Ja, maar ik heb. Je bent KTM gewend, alles is makkelijker nou voor jou. Als je snelheid van KTM, wat overtreft KTM nog? Nee, niks man, niks. Kijk. Niks. Het is ontiegelijk snel en of. Veel power. Ja, 100 pk op het achterwiel, jongen. Ja. Ik ben blij dat ze die rijbewijssysteem hebben. A1, A2. Ja. Als rijden mensen zich dood, joh. Koop zo'n ding rijden. Als zo'n ding ik ben echt voorstander van die. Ja. Misschien jongeren gaan mij niet leuk vinden. Ja, nee, maar je hebt je rijbewijs al. Ja. Je denkt dat de mensen jij.
Nee, je lijkt toch... naar de Nederlandse regering. Nee, de jongeren kunnen zichzelf doodrijden met zoiets. Het is veel te gevaarlijk. Zo'n KTM is wel gevaarlijk. Dat is wel zo. Dat is wel zo. Die KTM is wel... Je moet weten hoe je mee moet omgaan. Hè. Jazeker, ja. En ook sommige van die wegrijders gaan op te hard. Ik kan niet zo'n jongen op laten zitten. Nee, man. Nee. Je rijdt zichzelf dood op zo'n zelfmoord, man. Ja. Dus bepaalde motoren zijn zelfmoord. Ja. Dit blokje zit er nieuw uit, jongen. Dit is een keurige motor, dit, hoor. Het is netjes onderhouden. Ja. Je zegt net, hij rijdt ook echt goed, hè? Klinkt goed. Kijk, wat je hebt gedaan. Je hebt een gasmak hier. Of ontwetten. Waar is de Desti? Of gewoon met een nat boekje. Hé, hey, doe hem weer, bro. Doe hem weer, bro. Ja. Onze moeder is altijd. Doe hem weer, bro. Appa. Je zit vast. Appa. Dat jij via Nadoron gaat. Je hebt toch daar een huisje dan? Ik ga niet via Nadoron. Het is te duur. Als nou de wiet op tijd klaar is, dan kan ik nog via Nadoron hebben. Extra geld. Ja. Dat is toppen groei zijn. Stap voor. Ah, maar help me niet hier heilig doen. Niet hier doen tequila met cola. Vriend, grappen maken, mag ik grappen maken? Wat grappen maken, dolletjes maken, wat is nou? Anders is het een keer beter doodgaan. Die mensen allemaal, daarom is het dien te moeilijk voor die mensen allemaal. Maak geen grappen. Als we toch grappen maken, dan doe ik liever banken dan wiet kweken. Hé? Hey? Shit. Ik heb mijn handen vies gemaakt. Dat maakt niet uit. Er kwam wel weinig olie uit, hoor. Uit die motor. Dit wat eruit kwam. En in zo'n motor hoort gewoon 4 liter olie als ik het goed in mijn hoofd had. Zo. Ja. Is het normaal dat zo'n blok klein beetje olie lekt als hij stilstaat? Hij mag een beetje zweten. Zweet, is normaal. Nee, dat is geen probleem. Het is normaal als het mag. Jij zweet ook wel eens af en toe. Ga maar eens even rijden, man. Mijn pomp is niet goed in die kat hier. Koppelingpompje hier. Hè. Appa. Kom maar even naar de kijk of ik even iets zien. Ga je weer vandoor? Ja, ik ga weer eens de weg onveilig maken. Ja, maar dat doe ik alleen jij niet. Huh? Ik heb zelfs chaos gemaakt, hè, Loes? Yeah. In Rusland, in Finland, in alle landen, in elk land waar ik kom, ik dacht, ik moest gewoon even chaos maken. Ik moest chaos maken. Stoep op, rode stoplichten, pak alles. Ik kreeg hard, ik weet niet in welk land ik kreeg hard, ik werd geflitst, ik deed zo. Je wordt een volle geflitst, hè? Ik kon toch door weer in je leven dan. Zo gedaan, ik krijg hem een keer binnen, zie je een keer in. Na 5 jaar wordt hij kwijtgescholden. Ja? Ja, zoiets 5 of 7 jaar. Ik kom niet meer in Tiringletland, Klokenland, ja. Stinkland, slechte mensen. Russia, welkom. Nou begrijp ik waarom ze zeggen, moeder Russia. Ik weet nou waarom moeder Russia. Mooi land, mooie mensen, mooie schepsels van Allah. Ja. Geloof ik best, joh. Ja, la 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 la. Oh. Wat ben ik aan het zoeken nou? Ik ben geld aan het zoeken. Succes, jongens. Dank u. Hey. Later. Even het oliefiltertje. Appa. Moet eruit.
zout. Wat is het probleem met de mijn? Ja. 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 Ja, maar voor mij, wat is het probleem met die motor? Het is voor mij nog niet duidelijk wat je mij verteld hebt. Maar van die starten. En toen heb je hem bij iemand gebracht. Wat heeft diegene voor je gedaan? Ja. Oké. Okay. Maar je weet niet wat hij aan die motor gedaan heeft. Ja, kijk, aan die motor is gesleuteld door iemand anders. Ik heb daar eigenlijk, dan moet ik gewoon alles losmaken. Dat is een grote klus voor mij. Kijk, als die motor de eerste keer bij mij was geweest, had ik het opgelost. Maar als de motor ergens anders wordt gebracht waar ze daar gaan kloten, dan moet ik eerst het gekloot van diegene oplossen en daarna het probleem van de motor. Ik ben nou te druk. Wat je moet doen, bel mij eind volgende week even op. Kijk of ik dan een gaatje voor je heb. Maar nu op het moment ben ik druk. Oké, jongen? Ja, alsjeblieft. Hoi. Zo. Laten we even lopen. Ik ga de olie erbij pakken. Ik ga zo nog even meten hoe de olie remvloeistof was. Ik ga de remblokjes even nakijken. Ik ken hem eigenlijk trouwens nou gelijk wat die remblokjes maken. Hoe ze eruit zien. Als ze aan de vervanging toe zijn of niet. Hallo. Ja. Ja. Ik hoor heel slecht. Ik hoor heel slecht. Ja. Ach, hoe zit dat? Ja. 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 Enkel. Oké. Vanaf 21ste. Oké. Ja, dat valt gewoon mee, hoor niet? Van God zit dat naar Septa. Nou ja, 2 mei is niet veel geld, nee. Enkeltje, ja, nog een keer 2 mei of 3 mei. Is het niet beter als we vanavond thuis gaan praten? Ik ben aan het werk, ik ben aan het filmen, filmpjes maken. Ik moet zeggen, mijn man is aan het werk, nou. Mijn vriend, mijn vriendje. Hey, jullie maken wel wat ziek, jullie maar werken, maar ik ben met mijn dingen, jullie komen met allemaal wat het eerste woorden in mij denken. Moet je zeggen, ah, mijn vriendje, je hebt geen tijd om te praten nou. Nee, hey. Ik ben nog af. In de pauze bel ik je wel even op. Is goed? Dus moet je zeggen, ik bel vanmiddag terug, is goed? Hij was vanochtend hier bij mij. Voor wat? Ik ga zo even kijken, ik zal wel even afstand zijn. Nou, zo. Ziek maken, heb ik ze opgelost. Ja, ja, ja. Oh, mijn telefoon hier was ziek, het lijkt wel. 2 wielen nood. Adem salam. Ja, Isa, ja, ja. Hier.
Ja. 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 Ik ben nou een beetje druk en ook die motor gauw dus andere mensen, dat is het probleem, ja. Ja, ja, ja. Ik ben in ieder geval, ik ben echt druk. Ja. En dan gaan ze natuurlijk, gaan ze houden, ik ken hem voor mij, ik repareer zelfs helikopters buiten mijn werk om. Maar, het zou dan wel kunnen repareren, maar de drukte. Zul je, breng hem, ga ik even kijken wat ik voor je kan doen, maar lauw aan hem, ik weet niet hoe ver ik kom, ik ben druk. Wacht. Ja, laat schokken, laat hem worden in. Ja, dankjewel, dankjewel. Oh, was shock, hè? Ja, is goed, joh. Allah, zo. Inshallah, is goed. Allah, zo. Deze dingen zo. Als we kijken naar die remblokken. Sorry, er komen elke telefoons doorheen. Die remblokken ziet er netjes uit, ziet er mooi uit. We gaan ze wel inderdaad even inspuiten. Pinnetje inspuiten voor de volgende keer. Als de volgende keer de motor een beurt geven of een remblok vangen, dan gaat het makkelijk. Dan is het allemaal al los. Met op het dak. We gaan het precies hetzelfde aan de andere kant doen. Ik ga de andere kant losmaken, even kijken. Ga ik het even inspuiten en insmeren, hoe het allemaal eruit ziet. En in de tussentijd, laten we hem even gewoon lekker druppelen. Ja, kijk, meestal als de remblokken aan de andere kant er mooi uitzien, zien ze aan de andere kant ook netjes uit. Dus dit is, zag ik al aankomen, het gewoon allebei netjes. Wat we gaan doen, we gaan ze even insmeren, inspuiten, netjes maken. Gaan we inderdaad de olie gaan we even doormeten of de remvloeistofolie goed is. Want hier, na een bepaalde tijd gaat de remvloeistof gaat ook naar de kloot. Dit wat we voor hebben gedaan, gaan we precies achter ook doen. Ik ga even kijken of er olie erin gaat. Volgens mij is de LC8 motorblok gaat 4 liter olie, als ik het goed had. Als ik het wist, maar we maken fouten. Volgens mij, en we hebben het eruit gehaald. Heel weinig. 2 liter hebben we eruit gehad, 2,5 liter, meer niet. Dus wat we gaan doen, jongens, we laten jullie nou even met rust. Als er bijzonderheden zijn met de motor, dan komen jullie er zeker bij. Gaan we jullie laten zien of als we mooie dingen zien. Bij nou, laten we het zo zitten. Auf Wiedersehen.